Frankrijk zit de ochtendmelkbeurt erop. Terwijl Claudia, René en Paul de melkput schoonmaken, haalt Bob verse broodjes. Bob is zeker naar de stad. Ja, en dan komt hij met croissantjes terug. Zo. Ah, geweldig. Oh, dat is hem wel toevertrouwd, denk ik. Ja. Heerlijk. Maar hij is heel attent, hè? Ja. Jeetje. Ja. Waarom kunnen ze niet gewoon alle drie blijven? Toch? De een voor de boerderij, de ander voor het huis, de boodschappen, koken. En de ander nog een beetje voor de gezelligheid. Mag ik jou dadelijk even apart spreken? Ja. Dat willen we zeker vandaag even wat momentjes alleen. Ja, precies. Ja. Ja. Wil je dat eerst doen? Nou, waarom niet? We hebben het gehad. Als je ervoor open staat, weet je, dan is dat oké voor jou. Ja. Dit is, vind ik, nog steeds een paradijs. Hier wonen. Mag ik het beamen? Oh ja? Vind je dat ook? Ja, ja, absoluut, absoluut. Voel je iets daarvoor? Ja, weet je, gewoon, ja, rust. Er is hier gewoon rust. Ja. En je kunt de reuring opzoeken in het werk of je gaat elders. Maar ja, dat is gewoon een rustige thuishaven. Mm-hmm. Ja. Klopt. Vind ik ook. Ja. Nog steeds. Ook al doe ik het nu in mijn uppie. Ja. Ja, met Jérôme aan de zij. Maar ja, ik moet toch eigenlijk alle beslissingen en verantwoordelijkheid op me nemen. Ja. Ja. Wat is voor jou een ideale situatie? Voor mij is het zeker ook niet dat ik iemand al meteen hier op mijn lip 100% wil hebben. Nee. Ik denk dat je allebei vrijheid gewend bent. Ja. En dat je die ook in een zekere zin wil houden. Want ik vind het heerlijk om ook alleen te zijn. Ja? Ja, dat kan ik ook goed. Dus weet je, die ruimte moet er voor mij wel zijn. Ja. Fijn om met Paul eventjes zo één op één te spreken. En dan kan je toch even wat persoonlijker worden. Dan dat je dat in een groepje bent natuurlijk. En dat was zijn initiatief, dus dat stel ik ook wel op prijs. Nou, ik kan soms wel doorzagen hoor. Ja, zou je dat een probleem vinden? Ik meet wel af dan waar je moet zagen. Oké. <Okay. laughs> Of ik verliefd ben is misschien op dit moment nog iets te groot. Maar als we elkaar aankijken, dan is er wel, naar mijn gevoel, wel verbinding. Ja, daar begint het meestal mee. Dus ik hoor ook wat. Ja, het is een hele oude bank, hoor. Oh jee. Maar die, hoeveel kilo ben jij? Over de 100. Ja? Ja. Oh, dat geef ik je niet, hoor. Nee, maar het zit er wel aan. Ja? Ja. Kijk, we hebben een vies gemaakt. Wat, Kun je er afdoen of niet? Ja. Ja, dat is... ja, fijn, dankjewel. Top. Ja. Oké, nou dan... Zal ik even de bank afdoen? Oh, het zit op je linker... Ja, hier hè, zit het op. Ja. Ja. Daarom kraakt het waarschijnlijk. Nee, toch? Oké, tot zo. Hoe zit je lekker daar, René? Heerlijk. Mm-hmm. Ik kom eraan hoor. Honger? Trek. Ja. Ik geef even jou gelijk weer, want je bent weg geweest. Ik heb daarnet al even een persoonlijk gesprek met Claudia gehad. Maar ik heb liever dat het van mij hoort dan dadelijk en passant aan tafel. Dat het er, want dan kun je ook het gevoel hebben van, heb ik iets gemist. Dus bij deze... Ja. Wil je nog koffie? Ja, ik wil eigenlijk wel een kopje koffie. Is gelukt met... Ja, ik had nog even geprobeerd te bellen, maar ik heb... je was net in gesprek. Okay. Dus ik heb nou 6 croissantjes. Ja. Een pain en een baguette. Ja, dat is toch goed? Hoop ik, ja. Toen ik vanochtend naar de bakker reed, toen dacht ik van... Eigenlijk heb ik voor mezelf wel een paar dingen gezegd die ik zeggen wilde. En voor mij was gisteren dat gevoel heel erg belangrijk. Alles draait uiteindelijk op gevoel en dan kun je dingen op opbouwen. En ik moet dat niet tot in Sint-Jutemus herhalen. Of ze heeft het opgepikt of niet. Gisteren had ik ook rood. Ja, oké, perfect. Ach, ben ik volgens mij de melk van de boerderij vergeten. Staat die daar nog? Is dat die fles of zo? Ja. Zal ik die even halen? Die had ik in de emmer. Ja, maar dan moet je er weer vandoor. Ja, maar gisteren niet meer. Je hebt toch nodig. Wil je mijn fiets nemen? Die staat hier links om de hoek. Ja, doe ik dat. En dan denk ik, ik zou zo graag zo'n moment met haar willen hebben om daarover te mijmeren of zo. Aan de andere kant, ik weet het niet. Ik weet helemaal niet of ze daar... ik weet niet. We gaan het zien. Ik laat het erop aankomen. Of het daar
of die gelegenheid zich voordoet. En als ik dat zie, dan probeer ik die te pakken. Maar ik ga het niet forceren. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Thank you. Hier is jam voor bij de croissantjes. Deze heb ik zelf gemaakt vorig jaar. Okay. Bruine jam. En hier is gewoon een potje. Die heb ik thuis ook altijd, dus ik ga voor de pruimen. Ja? Ja. Wil je er geen jam bij? Uh-uh. Nee? Puur natuur? Dat is lekker. Ja? Als ik een slotpleidooi zou moeten houden, zou ik zeggen... Claudia, ik geloof dat ik voor je voel. Punt. In Normandië hebben de logés van Claudia minder moeite om het gesprek aan te gaan. Na Paul pakken nu ook Bob en René hun moment met Claudia alleen. Ik zou jou alleen als advies willen geven van... ga heel diep in jezelf en luister daarna. Ja, maar dat moet zeker. Dat wil ik zeker ook. Ja, ja. En denk ik, volgens mij heb ik mijn punt best al... ergens gemaakt. Ik vind dat gevoel heel belangrijk. En ergens denk ik, ik wil dat ook niet... dat zo'n soort overkill in komt. Maar ik denk, als ik aan het eind van de dag... een slotpleidooi zou moeten doen... dan zou het enige wat ik zou zeggen van... nou, Claudia, ik voel wel. Ja. En meer wil ik er niet van zeggen. En dan denk ik, en de rest is niet meer aan mij. Ik voel wel een beetje zo van... een soort van druk van... ja, wat ga ik besluiten? Ja, ik moet natuurlijk het mijne eruit halen van wat vind ik belangrijk en waar ga ik dan straks voor kiezen. Ik zou me voor kunnen stellen dat ik naar mijn baas zou gaan en zeg van... hé, luister, ik wil graag een sabbatical hebben. En dan, dan stop ik een jaar met alles en dan met het recht om... Weer door te kunnen gaan. Ja. En of je dat een jaar wil doen of een half jaar, dat maakt in wezen niet zoveel uit. Nee. Ik denk dat jij ook heel erg gesteld bent op je eigen leven. Nou, dat is niet... Ja, natuurlijk. Ja? Maar ik kan niet ja zeggen en mijn eigen leven willen houden. Dat werkt niet. Toch? Ja. Ik denk dat... Ja, mijn eigen leven is ook heel belangrijk voor me. Maar ik hoop dat ik dat allebei kan blijven doen. Maar als ik een keuze maak om mijn privéleven te behouden... dan geeft dat heel grote beperkingen voordat ik hier wil zijn. Ja, nou, de afstand. Dat werkt dus niet. Nee. Dat gaat weg. Ja. Ja. Als jij aan het eind van de dag zegt van... ik vind het heel moeilijk... want ik vind ze alle drie even leuk... nou, dan ga ik wel naar huis. Want ik wil niet even leuk zijn... Dat doet pijn, want eigenlijk wil ik dat niet. Eigenlijk wil ik dat ze zegt van, ik vind jou leuk. En of dat ze denkt of voelt, misschien dat ze in deze setting dat nog niet prijs kan geven of zo. Maar ik hoop wel dat er in haar hart een tendens zit die in mijn richting wijst. Ik weet niet, maar ik zit er vol van gewoon. Van nou, we komen zo dichtbij. En... ik vind het zo spannend allemaal.